De laatste competitiewedstrijd voor Ajax onder 15. Vitesse is in de competitie al kampioen. Dit is de strijd om plek 2 tussen Ajax en FC Utrecht. Beide ploegen hebben voorafgaand aan dit duel 22 punten. Het is ook het duel tussen Cedric van der Gun en Ferdy Vierklauw. Ajax onder 15 begint goed in het begin van de wedstrijd. Hier de eerste aanval in de maak. Goed terugleggen. De kans is voor Loet Klaassen. Naar de voorzet van Jaden Banel. Geen titel dus voor Ajax onder 15. Wel nog de kans op een prijs. Het speelt woensdag de bekerfinale tegen AZ. Thuis op de toekomst. En dan kan het seizoen dus mooi eindigen. Nu de competitie goed eindigen. Dat is het devies in deze wedstrijd tegen Utrecht. En hier komt Ajax heel dichtbij. De kopbal van Julian Rijkhoff treft de paal. En dus geen openingsdoelpunt voor Cedric van der Gun en zijn team. Dan de uitbraak van FC Utrecht. De strakke voorzet komt niet aan bij Stormstreng. ...0-0 bij rust, dit in de tweede helft. Mooie paas van achteruit. Jaden Banel gevonden, Banel dan op de keeper af. Hij legt hem klaar, nee, hij schiet hem zelf binnen. Ajax op voorsprong. Doelpuntenmaker Jaden Banel. Hier lijkt hij een breed te leggen op Chahid. Maar dan is hij razendsnel toch nog zelf eerder erbij. En zo leidt Ajax tegen Utrecht. Volgende aanval, goede steekpaas naar Rijkhoff. Rijkhoff legt hem breed en nu wordt hij er zelf ingegleden. Loet Klaassen, de Ajax ziet er dichtbij was, maar het is een eigen doelpunt van Lanto. En zo lijkt Ajax in korte tijd deze wedstrijd te beslissen. Klaassen komt er net niet aan, maar toch is het raak. 2-0. Stevend Ajax op een verdiende overwinning af. En kan de score dan nog groter worden? Hier Rijkhoff, een mooi hakje. En Banel komt er niet opnieuw aan. Nog wat paniek achterin bij FC Utrecht. Blijft zo bij 2-0. Rijkhoff. Goeie actie, goed verdedigd, maar toch komt hij nog tot een schot. Naar de keeper al voor zijn neus. En dus gooit Van der Heijden zich ervoor. Een richtingsverkeer eigenlijk in de tweede helft. Alleen Ajax dat aanvalt. Weer Banel, weer is hij snel. Weer creëert hij de kans helemaal voor zichzelf. Nog een keer, oh, en dan van heel dichtbij naast. In eerste instantie een goede redding van de keeper. Die er nog net een hand tegenaan krijgt en dan vervolgens mis. Maar Ajax onder 15 wint wel met 2-0. Sluit de competitie goed af en speelt dus woensdag nog de bekerfinale tegen AZ.